welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Ellie Kassenmakers. Je bent van Wonderwatch. Stel, jij hebt een Wonderwatch om. Ja. Wat heeft hij om? Ja, hij heeft een heel cool horloge om speciaal voor kinderen. Waarmee we ze... Natuurlijk ook wel. Ik vind het ook cool, hoor. Oh, heel goed. Ja, maar dat is een goed begin. Speciaal voor kinderen, wou ik nog zeggen. Ja. Om ze van de bank af te halen en weer lekker te laten buitenspelen. En hoe doe je dat dan? Ja, als je kijkt tegenwoordig naar speelgoed, ik weet niet of jullie er een beetje bekend mee zijn, maar binnen speelgoed is tegenwoordig allemaal interactief. Alles heeft een batterij, alles heeft piepjes, geluidjes, lichtjes. En buiten speelgoed is eigenlijk nog steeds diezelfde bal en fiets waar wij mee speelden. Waar natuurlijk helemaal niks mis mee is, maar je ziet hoe die kids binnen geëntertained worden en buiten moeten ze dat veel meer zelf doen. En wij dachten, we moeten ze verleiden om weer van die bank af te komen met een cool gadget om naar buiten te gaan en weer lekker te gaan spelen. En hoe doen jullie dat dan? Want wat doet deze gadget dat ervoor zorgt dat ze naar buiten gaan? En... Nou, wat we doen is, we combineren de fun van die interactieve games met al het goede van buiten spelen. Dus ze moeten nog steeds hun eigen fantasie gebruiken en eigen spellen bedenken, want dat is het mooie van buiten spelen. Je speelt met wat je hebt. Hè, dat kan een stok zijn of een paar stenen of een bal of een fiets of wat je ook maar hebt. Waar je ook maar bent, waar zit je in de stad, op het platteland, het maakt eigenlijk niet uit. En daarmee ga je spelen. En kinderen zijn dan heel inventief en die hebben binnen no time hebben ze een spel bedacht of een wereld waar ze in... aan het spelen zijn. Ja, want wat heeft dat dan met het horloge te maken? Nou, we bieden daar het interactieve, voegen we daaraan toe. Dus we hebben de Wonderwatch volgezet met allemaal coole features voor kinderen, die ze ook gewend zijn van onze mobiele telefoon. Hè. Maar wij vinden ze dan tussen de 6 en de 11 jaar, vinden ze vaak nog te jong voor mobiel. Je hebt alvast een game gestart. Dat is een spelletje. Dat is het balansbalspelletje. Dus de bedoeling is dat je het balletje in het midden houdt van de watch. Ja, dat lukt me nu net. Ja. Als je gaat lopen normaal dan. Maar wat heeft dit nou met buitenspelen te maken? Nou ja, ik kan me dus heel prima voorstellen. En wat ik kinderen zie doen is dat ze over een stoeprandje gaan balanceren. En dan kijken of ze dat balletje in het midden kunnen houden. In het bos over een boomstam. Ze maken circuitjes. Ze gaan kijken of ze kunnen rennen of klimmen op het klimrek zonder dat die bal de kant raakt. Dus je ziet dat kinderen daar meteen allerlei... spellen-element mee bedenken, terwijl wij ze alleen maar één interactief toeltje geven. Dat is onze filosofie. Nou, is ook niet een onbelangrijk onderdeel van dit horloge, is dat de ouders die kinderen ook in de gaten kunnen houden. Ja. Ja. Dat is wel een heel ander concept. Ja, absoluut. Kijk, we hebben natuurlijk het horloge ontwikkeld compleet vanuit de visie van het kind. Hè? Want het kind moet het vooral heel leuk vinden. We willen het kind naar buiten krijgen, in beweging krijgen. Maar de ouders bieden we tegenwoordig ook iets. Want het is niet overal even prettig om je kind naar buiten te laten gaan. Maar als je als ouder weet waar je kind is en met ze kan communiceren, dan wordt dat een stukje gemakkelijker. Wel, dit is een soort van find my child, zeg maar. Ja, er zit een GPS-tracker op, dus je kan op de Wonderwatch-app op je eigen telefoon zien waar je kind is. En je kan met ze chatten. Chatten ook, hè, want met al onze testen met kinderen zijn we achtergekomen dat die niet willen bellen. Dus die willen chatten. Ja, wij dachten in het begin nog dat we telefonie moesten aanbieden. Maar nee, kinderen tegenwoordig die chatten. Er zit geen toetsenbord op. Zijn het symbooltjes of zo? Nou, je kan als je naar de chat-app gaat, een berichtje. Naast de camera, ja. Naast de camera, twee. Ja, we targeten jonge kinderen tussen de 6 en de 10, 11 jaar. Ik ben ze kunnen nog niet allemaal lezen en schrijven. Dus we hebben de interface zo gemaakt dat die zo intuïtief mogelijk is. Ja, nou luister je een geluidsfragment af. Maar als je de onderste knop even ingedrukt houdt, dan zie je een aantal opties. Je kan een tekstbericht sturen, je kan een bericht inspreken. Wat ik het allerleukste vind is een bericht tekenen. Als je naar dat bloemetje gaat en je kiest even iemand uit het adresboek. Baas. Ja, en als je dan bijvoorbeeld een huisje tekent, probeer het maar eens. Dat doe ik vaak bij mijn zoon die nog niet kan lezen of schrijven. Ja. Dan kom naar huis. Snapt hij dat hij naar huis moet komen. Ja. We hebben zelfs al varianten gehoord van ouders die aan het Pictionary waren in de supermarkt. Wat kind een beetje vervelend werd, had geen zin om mee boodschappen te doen. Maar moeder tekende een pak melk en het kind ging de melk zoeken. En zo ging het hele boodschappenlijstje. Oh ja? Ja, dus ook daar kun je weer een spelelement van maken. Hey, kun je eens iets vertellen over hoe je met je ideeën begonnen bent? En hoe je hier, in de fase waar je nu bent, hoe je hier bent uitgekomen? Want dat lijkt me nog een hele route is geweest. Ja, dat is nooit een lineaire route, hè? Maar die gaat natuurlijk zo.
Je begint eraan en je denkt, ach, weet je wel, dit is het plan en dit is de marsroute en die volgen we. Maar ja, zo gaat het natuurlijk niet. Dus het echte leven is een stuk weer barstiger. En dat hebben we natuurlijk ook wel gemerkt. Hè. We begonnen natuurlijk heel opportunistisch, wij ontwikkelen dat wel eventjes. Nou, dat duurde natuurlijk toch wat langer dan we dachten. Maar het komt ook omdat je het concept, je begint natuurlijk met een heel klein concept en dat werd toch stiekem weer iets groter. En dan ga je weer een keer terug. Het is ook een iteratief proces. Dus we hebben alle software en apps zelf ontwikkeld. Dus nou, dat moet je ontwikkelen, dat moet je testen. We hebben de hardware, die kopen we in China. Dus je moet naar China toe, je moet fabrieken bezoeken, je moet de goede hardware selecteren. Nou, dat zijn allemaal trajecten die heel veel tijd kosten. Nou, en dan heb je je producten gereed, getest en gevalideerd zoveel mogelijk. En dan moet je je launching customer vinden, je financiering op orde krijgen. Dus ja, daar kan ik inmiddels wel een boek over volschrijven. Het lijkt zo waar een bedrijf. Ja, ja. Ja, we doen ons best, ja. Ja, maar jullie kwamen helemaal niet echt uit die hardcore technologiehoek. Met name het maken van hardware is natuurlijk best een dingetje. Nou ja, hardware maken we dus ook niet zelf. Nee, maar want goed, die alleen kennis, al het laten produceren en het, volgens jullie specificaties. het moet natuurlijk wel kunnen wat jullie willen. Ja, absoluut, absoluut. Maar daarom wil je ook het risico beperken, het technologisch risico. En je, weet je, het ontwerpen van hardware is een kostbaar en risicovol traject. Ja. Is dit dan dus een standaard Chinees smartwatch? We hebben zoveel mogelijk naar de standaard gekeken. Ja, juist om die risico's uit te sluiten. En waar draait dit dan op? Dus het draait op Android. Het draait op Android. Ja. En jullie hebben eigenlijk alleen de software zelf gemaakt? Ja, we hebben de hele user interface, alle software en apps tot naar de kernel toe hebben ontwikkeld. Ja. Ja. Ja, de vervolg op de vraag van Erwin. Je doet dit samen met je partner, begreep ik. Jullie hadden allebei een baan. Ja. Hoe gaat dat dan? Want ik kan me voorstellen dat je op een avond denkt, goh, wat zou het leuk zijn als we zo'n ding hadden. Ja, zeker. Zo begint het. Hè? Het begint met een wild plan. Ja. En dat werd steeds concreter. En dan op een gegeven moment besluit je gewoon, nou, dan, als we ervoor gaan, dan moeten we er ook voor gaan. Dus we zeggen onze baan op. We stoppen met onze betaalde jobs. Ja. En we gaan ervoor. Dat is nu 3,5 jaar geleden. Hè? Ja. Zo. Dus jullie hadden veel gespaard? Onze spaarcentjes, alle potten gaan leeg. Ja. Ja. Maar weet je, met liefde en plezier. Want we zien hoeveel we ook weer bereiken en bereikt hebben. Kun je daar iets over vertellen? Want hoe lang is je product live? Wat zijn je ervaring met de kinderen? Ja, we zijn nu iets meer dan een jaar live. Eind 2017 zijn we live gegaan in de Nederlandse markt met Intertoys. Voor ons een droomspeler, zeker op dat moment. Het is natuurlijk nu even een andere situatie. Maar op dat moment zeker een droomspeler. Een betrouwbare partij in de Nederlandse markt. Waar je als Nederlandse ouder koop je daar toch vaak je speelgoed. Dus voor ons heel belangrijk. We waren de eerste start-up waar ze zaken mee deden. Dus dat was voor hen spannend, voor ons spannend. Ja. He, want al hun standaard inkopen, condities, weet je, dat werkte niet. Als we daar aan hadden toegegeven, dan was ik al failliet geweest, denk ik, voordat we überhaupt in het schap lagen. Maar ze hebben ons wel echt die kans gegeven. En weet je, het is gewoon heel gaaf als je dan in dat grote Sinterklaas speelboek, als je daar jouw advertenties ziet. En dat is gewoon echt super gaaf. Ja, ik las daarna ergens dat jullie via Startup Delta volgens mij dit jaar ook naar de CES. We zijn naar de CES geweest. Daar leid ik uit af dat je internationale ambities hebt. Zeker, Wat ik wel grappig vond, dat ik in Nederland er nog heel weinig van gehoord had. Hoe zie jij dat in volgorde? Wil je eerst Nederland bereiken, veroveren of hebben jullie verschillende ambities? Ja. Nou ja, het is natuurlijk bij uitstek een product wat schaalbaar is. Dus we willen op een verstandige manier zo snel mogelijk die schaal bereiken. En dat hebben we natuurlijk nu in eerste instantie gedaan in de Nederlandse markt, waar we hebben bewezen dat we die product market fit hebben. Het product heeft zich bewezen. We hebben heel tevreden klanten die het product ook blijven gebruiken. Dus ook die stickiness-cijfers die zijn in orde. Dat vind Hoeveel ik heel belangrijk. Hebben jullie nu? We hebben nu iets meer dan 1000 klanten. Ja. Dus, dat is voor het grootste gedeelte via Intertoys? Via Intertoys in onze eigen webshop. Ja. Toen Erwin vertelde dat je zou komen en wat dat product was, toen moest ik onmiddellijk terugdenken aan, ik heb het even opgezocht, 2015. Ja. Toen waren wij op South by Southwest en dat was de Startup Accelerator. En daar waren wij met een gezamenlijke kennis, Hans Veldhuizen, ook een investeerder. Okay. En er werd TinyTel, werd daar gepitcht. Een vergelijkbaar product.
Dus helemaal gericht op kinderen die buiten, ja, weet je wel, die kon je zien waar je kinderen waren. Ja. Het is natuurlijk ook een surveillance apparaat. Hans was geïnteresseerd, die wilde zelf... Maar heeft hij geïnteresseerd? Geïnteresseerd en ik zag dat ze vorig jaar gestopt zijn. Ja. Ja. Wat hebben zij fout gedaan, wat jullie goed gaan doen? Ja, dat, en waar zijn er nog meer, hè? Want er zijn talloze concurrenten, dus laten we het even in perspectief plaatsen. Ja, absoluut. Absoluut. Ik vond er zo 20. Oh ja, en als je er is gedoe zoekt, over, de Duitse autoriteiten hebben ze op een gegeven moment verboden. De Europese Commissie heeft er onlangs weer een uit het schap gehaald. Ja. En jullie denken achter, er zijn nog maar 50 concurrenten, weet je, wij gaan dat ook eens doen. Hoe ja, moeten we absoluut dat plaatsen? Ja, kijk, als je naar smartwatches kijkt, dan zie je dat de toegevoegde waarde van smartwatches nog best wel beperkt is. Ja, het begon als een hele grote belofte, maar eigenlijk in bepaalde niches is er heel veel toegevoegde waarde. Ik ga hem in de slag maken. Maar als je kijkt naar kinderen, daar is de toegevoegde waarde juist heel groot. Want je hebt daar, je vindt ze eigenlijk nog te jong voor die mobiele telefoon. Die wil je eigenlijk zo lang mogelijk uitstellen. Ja, het kind wil hem zo snel mogelijk, maar als ouder wil je hem eigenlijk zo lang mogelijk uitstellen. Daar is echt tegenwoordig een behoefte dat je wil weten waar je kind is. Hè. Dat klinkt een beetje de helikopterouder, maar ik zie dat echt heel anders. Weet je, je laat je kind voor het eerst naar de supermarkt gaan en voor het eerst alleen naar de sportvereniging. En in deze tijd is je kind opeens niet bereikbaar. Dat is heel raar. Weet je, als ik hier straks wegga, dan laat ik thuis weten dat ik eraan kom. Als ik in de file sta, dan laat ik weten dat ik wat later kom. Weet je, we houden elkaar continu de hele dag op de hoogte. En nu laat je je kind gaan en dan weet je niet waar je kind... Weet je, je kan niet met je kind in contact. Dat is in deze tijd heel vreemd. Dus daar is een duidelijke behoefte, er is een hele duidelijke toegevoegde waarde. En daar springen dus een heleboel producenten op in. Je ziet, er is eigenlijk geen grote partij die erin zit. Het zijn allemaal jonge startende bedrijven en heel veel Chinese producenten. De veiligheid is een heel belangrijk issue. Hè. Het zijn vaak, je hebt ze ook in alle prijskategorieën. En de veiligheidsproblemen die je net ook aanstipt, is vaak dat ze heel makkelijk te hacken zijn. Dat alle data van kinderen open en bloot op straat liggen. Toch wil ik even terug naar mijn vraag. Ja? Wat doen jullie nou anders dan al die concurrenten waarvan ook al een groot gedeelte weer gestopt is? Ja, nou ik denk dat wij de eerste en wat mij betreft ook de enige op dit moment zijn die watch hebben ontwikkeld vanuit het perspectief van het kind. Alle anderen zijn ontwikkeld vanuit het perspectief van de ouder. Er zit overal toegevoegde waarde voor ouders, maar voor het kind, ja weet je, het is leuk dat papa en mama mij kunnen volgen, maar what's in it for me, weet je? Waarom zou ik als kind zo'n ding gaan dragen omdat jij dat graag wil? Dus we hebben gezegd, we moeten dat helemaal omdraaien. Als we het kind kunnen motiveren, intrinsiek kunnen motiveren en het gewoon lekker in beweging krijgen, dan is er daarnaast ook nog iets voor ouders. Dus we hebben die propositie compleet omgedraaid. En daarnaast hebben we het gewoon echt heel gedegen ontwikkeld. Dus het is echt een heel robuust product. Veiligheid staat vanaf het begin af aan heel hoog in het vaandel. Maar hoe doe je dat in godsnaam met een Chinese producent in Android? Hoe kun je dat nou veilig maken? Omdat we juist vanaf de kernel alles in eigen beheer doen. Dus wij gaan over die veiligheid van die software en niet de Chinezen. Dat is het onderscheidende punt. Ja, maar punt. Android staat ook niet onbekend dat het natuurlijk het meest veilige... Ja, weet je, ik zeg altijd ook de centrale bank is ook te hacken. Maar ik denk dat we er echt vanaf het begin alles aan hebben gedaan om te beveiligen wat we kunnen beveiligen. En dat we ook heel goed nadenken over welke informatie we wel en niet op onze servers zetten. Mm-hmm. Dus om een voorbeeld te geven, op heel veel watches kun je precies zien hoe je kind gelopen is. Nou, wij bewaren geen actuele GPS-posities van kinderen op onze servers. Dus wij zeggen altijd... Je ziet alleen waar ze nu zijn. Je ziet waar ze nu zijn. Ja. En dat is alleen maar op de lijn tussen ouder en kind. Ja. Ja, dus al kom je binnen, dan weet je nog niet waar de kinderen zijn. En dat vind ik een heel belangrijk aspect. Ja. Maar dus over het mislukken zeg maar, van collega's, want ik herinner me die presentatie ook. Ja. En in mijn beeld was het precies wat jij zegt. Ja. Dan was het vanuit de ouder, van ik wil weten waar mijn kind is. Ja. Dus zij hebben eigenlijk in jouw visie een product gemaakt wat gewoon niet leuk genoeg was.
Ja, te weinig toegevoegde waarde voor kinderen, ja, denk ik. Hoewel het er mooi uitzag en goed was uitgevoerd, hoor, in dit geval, denk ik. Maar kun je eens vertellen wat je zegt? Ja, maar wat je ook... Ik weet niet of jullie de markt al een beetje hebben bekeken. Maar als je kijkt... ik heb pas nog een marktonderzoek van Gartner gelezen. En die voorspelt dat in 2021 is al 1/3 van alle verkochte smartwatches zijn kindersmartwatches. Dus dat betekent ongeveer 25 miljoen smartwatches per jaar die echt in het kindersegment zijn. Dus het is nog een hele premature markt, maar wel een hele snel groeiende. En je ziet dat daar natuurlijk nu een eerste shake-out plaatsvindt. Ja. Dat snap ik, hè. Het is natuurlijk ook fantastisch. Dat is natuurlijk een superleuk project. Ja. Tegelijkertijd, je zei net, we stoppen al onze spaarpotjes er ook in. En ja, je weet eigenlijk, het is natuurlijk heel voorspelbaar, dat op een gegeven moment iemand in Silicon Valley op Infinite Loop nummer 1, ze zijn thuis, denkt van ja, we hebben nou toch die smartwatches al op iOS en die iWatch, laten we eens een kinderversie maken. Ja, weet je, als dat geweld losbarst, dan ben je denk ik in geen enkele markt veilig. Geen enkel product waar je in zit. Maar denk je er überhaupt tegelijkertijd, over? Ik ben natuurlijk denk je daarover na. Natuurlijk denk je daarover na. Als je begint ook. Dan denk je, natuurlijk, weet je wel. Realistisch genoeg, daar moet je je ogen niet voor sluiten. Maar tegelijkertijd denk ik ook altijd, weet je wel. Ze maken ook een hele mooie iPad. Heel veel kinderen in Nederland, in de wereld, hebben een iPad. Maar ze hebben nog nooit een speciale kinder-iPad gemaakt. Ja. Dus mijn assumptie is nog steeds, ze blijven echt mainstream, mass market. En ze gaan niet naar zo'n specifieke niche. Maar je weet het niet. Je zei het, we hebben kinderen die hier mee rondlopen. We hebben ouders die ze aanschaffen. En we hebben gezien dat het werkt. Vertel daar eens iets over. Want je zei, ze blijven het gebruiken. Wat weet jij van het gebruik van... van jullie smartwatch. Ja, nou ja, wij zien hoe vaak ze gebruikt worden. We zien hoeveel chatmessages er worden gestuurd. We zien hoeveel positie-updates er worden gebruikt. Kijk, we kunnen niet zien welk spelletje precies hoe lang worden gespeeld en zo. Geef eens een indicatie. Ja, ik denk dat in de afgelopen week zijn er 3000 chatmessages ongeveer verstuurd. Er zijn kleine 5000 positie-updates gevraagd. Dus dan zie je wel dat het echt gebruikt wordt. En ook over langere tijd blijft die gebruikt worden. Dat vind ik ook wel belangrijk. Het is niet zo'n gadget wat 2 weken leuk is. En blijft ook heel, dus. Ja, zeker. We hebben nog geen grote problemen gehad ermee, gelukkig. Dat lijkt me namelijk, als je met hardware begint, lijkt me ook zo'n ding. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Maar nee, we hebben geen grote problemen gehad. En dingen die er zijn, die kunnen we allemaal zelf relatief makkelijk oplossen. Kun je nog iets meer vertellen over de spelelementen die erin zitten? Zeker. Wat kun je ermee? Ja, wat ik al zei, we willen iets toevoegen aan het buitenspelen. Maar we willen nog steeds het unstructured play, zoals dat dan in wetenschappelijke termen heet. Dus het kind moet gewoon lekker vrij kunnen spelen en zijn eigen spel bedenken en zijn eigen wereld waar hij in speelt. Dus we hebben allemaal interactieve tools gemaakt. En daarbij kun je denken bijvoorbeeld aan een geluiden-app. Mag ik hem misschien laten horen? Ja, ja hoor, ja, graag. Ja, het is altijd veel leuker, hè? Dus je kan naar de geluiden. En je speelt bijvoorbeeld dat je een politieagent bent. En dan zet je de sirene aan. Ja, dat is wel mooi op straat. En zo wordt toch je fiets een echte politieauto. Ja, ja. Mijn zoon rent echt zo rond van, mam, ik ga boeven vervangen. Ja. Ja, dus het spreekt al heel snel tot de verbeelding. Maar je kan je ook voorstellen, je vindt een stok. Je speelt dat je een ridder bent. En je zet de zwaardgeluiden aan. En die zijn alleen maar motion activated. Dus alleen als je je arm beweegt, dan hoor je het zwaardgeluid. Dus dan wordt dat zwaardgevecht toch nog veel cooler. Ja. Ook de boer en de scheet. Ja, vinden kinderen ook heel erg leuk. En wat ervoor horen? Ja, die wil je dan ook horen. Ja, gewoon, ja, ik wist het. Ik wist het. Had ik ook niet moeten zeggen. Zie je, hij blijft leuk, hè? Ja. Blijf eenvoudig. Zo is het. En je kan ook nog andere hardware daaraan connecten. Hè? Dus je kan continu nieuwe software blijven toevoegen, nieuwe applicaties, zodat het ook interessant blijft voor kinderen. Maar je kan ook hardware daaraan koppelen. Dus je kan je voorstellen, deze blauwe steen is een vlag bijvoorbeeld die je kan veroveren. Of het is een schat die je kan zoeken. Hè? Dus de een gaat hem verstoppen en de ander gaat hem zoeken. En dan heb je het moderne warm-koud spel. Ja.
is dan heb je weer een hele nieuwe dynamiek weer toegevoegd. Maar jij blijft bepalen waar je die steen verstopt en wat de regels zijn. Of geef je een tip of juist niet. Of ja, zit er dat vind ik heel belangrijk. Hè? Dat ze zelf, je geeft bouwstenen, maar ze moeten zelf de spelelementen eromheen bedenken. Ja, want juist dat het blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat unstructured play is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ja, hebben steeds minder tijd daarvoor. Geef nou eens één reden waarom je dit nou allemaal buiten zou moeten doen als het koud is. En niet gewoon lekker in huis dat ding gaat verstoppen en een zwaard gevecht gaat doen met je broertje of je vriendje. En met de Spiro, want die kun je er ook mee, die heb ik thuis ook, vandaar dat ik hem ken. Met de Spiro in de woonkamer gaat spelen. Want je zegt wel, het is een buitenspeel attribuut, maar dat is natuurlijk ja, net wat je wil. Ja, nou ja, weet je, ja, dat kan. Maar ik denk dat je als ouder al heel snel gek wordt van die geluiden en van dingen. Ja, nou, daar ben ik namelijk bang voor. En je kunt wel, dan denk je, ja, je kunt wel denken met het idee van het is een buitenspeelhorloge, maar dat, ja, het is natuurlijk ook een binnenspeelhorloge. Ja, je hebt ook regenachtige dagen, Roland. Ja, nee, maar wat roep je dan over je af? In de zin van die geluiden en wat ja, bereik je nou dan? Ja, wat we merken, weet je, we hebben dat natuurlijk wel uitgebreid getest. Hè, en we positioneren het niet voor niks als buitenspeelgoed, want het blijkt dat uit al onze testen het ook wel, echt... Het is wel wat er staat. Ja, ja, ja. En het, outdoor play. Dus en het blijkt dat het ook echt zo gebruikt wordt. Dus dat doel kunnen we gelukkig realiseren. Er komt misschien ook dat er ook echt die chatfunctie op zit. Hè, dat je foto's kan maken. Weet je, dat zijn ook echt dingen die we de hele dag met onze smartphone doen. Die kinderen ook heel graag willen. Ook als ze op pad zijn. Ja. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook niet zien in je cijfers of het horloge binnen of buiten gebruikt wordt. Nee, nee, ja. Nee. Ja, ik zelf, maar goed, dat is omdat ik ben heel ouderwets, denk ik. Ik heb er altijd best wat moeite met dit soort dingen. Omdat ik denk, ja, nou, je hebt eigenlijk een hekel. Of je, wat je wil bereiken is dat die kinderen niet met toeters bellen en sirenegeluiden en schermen aan de gang gaan. Ja. Maar naar buiten gaan. Ja. En wat doe je? Je geeft ze een scherm om mee naar precies. buiten te gaan. Ja, dat is de ironie. Is dat niet, ja. Absoluut. Nee, maar dat is precies de ironie die ik ook meestal vertel. Maar daarom zeggen wij ook altijd, weet je wel, wij maken head-up games. Het is niet zoals Pokémon Go die de kinderen wel naar buiten kreeg, maar ze stonden allemaal nog zo op straat. Nee, dit is iets ondersteunends en je hebt het om je pols, maar het scherm is niet leidend. Het kind is het centrum van het spel, zeg maar. Het is niet het scherm. Het kind bepaalt wat er gebeurt en niet een scenario of een level of iets wat je moet halen. Nee, jij bepaalt wat je ermee gaat doen en hoe je speelt met je vriendjes en met waar je bent. Ja. Jullie hebben zelf de hele software van de bodem opgebouwd, zei je. Mm-hmm. Als je naar de toekomst kijkt, wat voor mogelijkheden zie je nog meer? Wat is je toekomstvisie rondom jullie product? Ja, nou ja, je kan natuurlijk steeds meer nieuwe content aanbieden. Hè, dat kan heel simpel door een nieuw geluidje bijvoorbeeld. Hè. Je kan ook de luchtgitaar doen bijvoorbeeld. Ja. Dat is een hele simpele. Maar je kan dus ook, wat jij net ook zei, bijvoorbeeld een robotbal eraan koppelen. Hè, met de Bluetooth-verbinding. Dit is een robotbal die in Amerika denk ik al 500.000 keer verkocht is. Dus echt al redelijk mainstream. Die lag gewoon bij de Brookstore. Precies. Ja, precies. Ja. In Europa is die iets minder bekend. Maar die kun je normaal bedienen met een app op je smartphone. Maar wij kunnen hem nu bedienen door het bewegen van je arm. Dus heel Star Wars-y. Dus dat maakt het al, dat maakt het heel magisch. Ja. Zeker voor kinderen. En zo kun je je voorstellen dat er steeds meer Bluetooth speelgoed op de markt komt, wat je daar allemaal aan kan koppelen. Zijn jullie nou allebei, jij en Anton, je partner, jullie allebei totale gadget gek, hè? Nou, hij wel, ik niet. Nee. Ja. Maar jij zit ook met glimmende oogjes. Ja, zeker. Zeker. Bluetooth. Nou ja, ik ben altijd degene die zegt, voor mij hoeft het allemaal niet, maar toen ik die bal mocht gaan testen, nou, dan gebeurt er iets. Dat is, nee, dat is heel zijn gaaf. Jullie eigen kinderen ook proefkonijnen geweest? Ja. Kijken wat werkt en wat niet werkt? Ja, zeker. Vertel er eens wat over, hoe werkt dat dan? Ja, weet je... Geef eens een voorbeeld van iets wat jullie niet hebben gedaan, omdat je dacht, nou dat... Ik wou eigenlijk net een voorbeeld zeggen wat we juist wel hebben gedaan. Ja, maar ik vind het ook leuk om te horen wat je... Ja, ik ga daar even over nadenken. Maar onze zoon zei bijvoorbeeld, ja, op de mobiele telefoon zit een zaklamp, hè. Daar zit zo'n lampje. Waarom maken jullie dat niet eronder? Ja, fantastisch idee. Dus die hebben we er ook opgezet.
Wat het niet gehaald heeft. Nou, het zijn vooral, wat we vooral met ze ook getest hebben, zijn hele intuïtieve dingen. Hoe maken we het zo intuïtief mogelijk? Weet je? Dat we als volwassenen denk je soms toch te ingewikkeld. En het gaat er juist om, hoe krijg je het heel erg simpel? Dat een kind het heel snel begrijpt, ook zonder tekst. Hè? Want ze, jonge kinderen van een jaar of zes kunnen nog niet allemaal lezen en schrijven. Dus hoe krijgen we het zo intuïtief dat elk kind het snapt? En dat het ook nog cool eruit ziet. Je gaf net een leuk voorbeeld voor de uitzending, toen ik hem om had. Ja. Dat je kunt chatten met een, door een tekeningetje te maken. Dus als je een kind hebt dat nog niet kan lezen, dan kun je gewoon een huisje tekenen en naar hem sturen. Ja, ik kan hem zo, ik weet niet of we dat op de camera kunnen zien, maar je kan heel makkelijk een huisje. En dat betekent dan kom naar huis. En dat betekent dan kom naar huis. Ja. En in welke signalen heb jij nog meer? Gebruik je nog meer voor je kind? Nou ja, mijn hart smeldt als ik een hartje krijg. Ja. Eerlijk is eerlijk. Ja. Maar die vooral, dat zijn hele belangrijke die we dagelijks gebruiken. Ja. Ja. Nou, ik vond het ook opvallend omdat ik toen met mijn roet die presentatie van die Tinitel kan herinneren in Austin. Daar zat een telefoonfunctie op. En ik las ergens in een van jullie artikelen of op jullie site, weet ik niet meer, dat jullie echt is gebleken dat daar geen enkele behoefte aan is bij de kinderen. Oh ja, dat is een die uitstekend voorbeeld. Die willen per se niet gebeld kunnen worden. Precies, wij dachten inderdaad ook bellen, heel belangrijk. Maar wat je dus ziet bij deze generatie kinderen is dat ze willen chatten. Hè. Ze zien ons de hele dag WhatsAppen en eigenlijk ook niet meer heel veel bellen. Maar zij willen echt vooral chatten. En wat we ook achterkwamen, toen we toch gingen testen, het is dan een speakerphone. Dus dan heb je je speakerphone op je arm en dan belt je moeder, sta je tussen je vriendjes. En die belt je dan, hey schatje, weet je, dat is gewoon niet cool. Ja. Dat is niet precies, dat is heel gênant. Ja. Dus we zeiden, weet je, ouders kunnen dat best wel willen en daar krijgen we ook echt af en toe vragen over. Maar als we dat uitleggen, dan begrijpt het wel. Ja. En jullie waren, mijn laatste vraag, jullie waren op de CES dit jaar. Dat is de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Ja. Voor wie dat niet weet, de grootste gadgetbeurs ter wereld. Je kunt 7 dagen je helemaal gek lopen en met spierpijn terug naar huis en heb je nog niet alles gezien. Ja. Dat was onderdeel van de Startup Delta, of jullie waren met een delegatie van de Startup Delta. Ja, met Prins Constantijn. Wat heb je daar bereikt? Ja, wat we daar hebben bereikt is, behalve dat het gewoon een waanzinnig spektakel is. Niet normaal, hè? Het is echt ongelooflijk. Ik ben ook een paar keer geweest, Ongelooflijk. En wat we daar, we hebben eigenlijk iedereen gesproken die we wilden spreken. Het is echt ongelooflijk. Maar investeerders? Maar investeerders, retailers, media, producenten van onderdelen of van toeleveranciers. Iedereen die we wilden spreken en dan ook meteen het goede niveau. Hebben jullie inmiddels investeerders aan boord? We hebben investeerders aan boord, maar de eerlijkheid gebiedt ook dat we ook op zoek zijn naar nieuwe. Dus, ja. Want internationale plannen? Voor de internationale uitrol en de opschaling, zeker. Ja. Dus we hebben nu een sterke basis in Nederland, maar we willen groter. En we zien eerst het Duitsstalige gebied, zien we een grote markt, een concrete markt ook en dan verder. Hoe duur is die? Hij kost nu €150 of €149,95 en dan krijg je de robotbal, de magische steen en er zit een prepaid simkaart in de watch. Die prepaid, want de ouders houden niet van abonnementen voor hun kleine kinderen. En hij werkt in 100 landen, dus je kan hem gewoon probleemloos mee op vakantie nemen, geen enkel probleem. Ja. Oké, dankjewel. Nou, mooi verhaal. Heel veel succes. Ja, heel veel succes. Ja. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd biersponsor Bier & Co. Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Wij zijn er volgende week weer, Stekel. Zeker. Dankjewel. Dag.